Jullie weten natuurlijk allemaal wel dat ik mijn eigen game heb, namelijk Super Bounce. Als je dat nog niet weet, download hem dan natuurlijk. Downloadlink staat wel in de beschrijving. Maar vandaag is de grote dag. Ik ga mijn eigen game uitspelen. Dat is toch best wel vrij nice. Het kost behoorlijk wat tijd, behoorlijk wat werk. En als jullie de game spelen, dan weten jullie dat ook wel. Maar het is gewoon een spelletje die in de loop van de tijd gewoon steeds hoger komt of zo. Het is zeg maar sparen totdat je level of totdat je weer level hoog bent. En uiteindelijk kan je tot en met level 60 doorgaan. En dat moment heb ik nu bijna bereikt. Ja, dat is wel echt heel ziek. Ik zit momenteel bij de roze of paarse, hoe je het wil noemen, leeuw. Dat is level 59 en bij level 60 kan ik mijzelf vrij spelen. Die vind ik wel echt paars eruit zien. Maar dat is de hoogste level die je kan halen. Dan heb je maximaal aantal earnings. Ik ben super benieuwd hoeveel ik eigenlijk verdien met één rondje met zeg maar paarse superbouws. Daar gaan we deze video achter komen. Want deze video ga ik er vrij spelen. Maar voordat we dat gaan doen, smash dan dat duimpje omhoog. 5000 likes is te veel. Is te veel. 2000 likes heel nice zijn op deze Super Bounce video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En trouwens, Super Bounce kleding is nog steeds in de aanbieding. Tot en met 1 mei alles in de aanbieding van Super Bounce kleding. Daarna is de kleding weg. Dus mocht je nog willen halen, doe het voor die tijd. En ja, dan kan je het kopen op bounce.nl als je dat wil natuurlijk. Maar laten we nu maar eventjes lekker gaan spelen. Want zoals jullie zien heb ik gewoon mijn hele lijst vol staan met allemaal dieren, allemaal honden en herten. Ik zal er even wat af gaan halen. Want dan ga ik dit namelijk al doorcombineren. Eigenlijk wat ik nu moet hebben zijn twee leeuwen en dan heb ik het. Dus twee leeuwen doorcombineren en dan heb ik level 60 superbouws. Natuurlijk kan je dan nog wel doorspelen. Dan kan je nog proberen om alle superbouws te krijgen. Maar dan heb je het eigenlijk echt uitgespeeld. Maar nu heb ik het al een soort van echt uitgespeeld, want ik heb het laatste level gehaald. Maar je kan dan er ook nog voor strijden dat je bijvoorbeeld 10 van die superbouws hebt. Dat zou ook nog kunnen. Dus in principe zou ik nog een tijdje door kunnen spelen. Maar we gaan vandaag in ieder geval die superbouws claimen die ik dan nu kan vrijspelen. We hebben nu een neushoorn. Dan combineer ik dit en dan heb ik hier ook nog een panda. Oké, dus ik heb nu eigenlijk nog een tijger nodig. Nee. Ik moet nu nog een panda krijgen en die moet ik doorcombineren naar een neushoorn. En dan kan ik één tijger claimen. Dus ik heb nu nog één panda nodig inderdaad. Dus als ik nu nog een paar honden. Ik moet nog 3 honden krijgen. Die kan ik dan doorcombineren naar 2 herten. Dan heb ik die 2 herten naar 1 panda. En die panda door naar neushoorn. En die neushoorn door naar een tijger. En dan heb ik nu ook nog 4 van die rubies nodig. En dan heb ik vervolgens een tijger. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Ik moet dus op het rad 3 animals krijgen. En ik moet 1 keer 8 rubies krijgen. Als ik dat heb gekregen, dan is het gelukt. Dan heb ik het gehad. Dan heb ik het spel uitgespeeld. Dat is wel echt insane. Qua topscore ben ik trouwens helemaal niet meer omhoog gegaan. Want ik had natuurlijk behoorlijk veel gespeeld en heel veel coins gespaard. Dan moeten we even kijken. Altijd. Dat is ook wel raar. Ik zei niet bij de score van vandaag. Misschien moet dat nog bijgewerkt worden. Maar in ieder geval van altijd, van de iOS versie natuurlijk. Je hebt ook Android. Sta ik in ieder geval 38ste. Dus dat is wel echt ziek. En ik wil trouwens dikke shout-out doen naar YouTube Funny BS TV. Die heeft echt ziek veel verdiend. Nadine die heeft, en Yuri die hebben ook ziek veel verdiend. Dikke shout-out naar jullie. Echt niet normaal hoe goed jullie het hebben gedaan. En natuurlijk op Android voor alle gebruikers die ook heel hoog zijn. Shout-out naar jullie. Shout-out. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan spinnen. Ik ga wel reclames kijken. Want ik vind het nu zonde om zeg maar rubies uit te geven. Want als ik dat nu doe aan het rad, dan heb ik kans dat ik mijn rubies niet terug ga verdienen. En ik heb er nog 4 nodig. En dan kan ik sowieso 1 tijger kopen. Dus ik wacht heel even af. Dus we doen een paar reclames. Maar die reclames ga ik vanaf nu eruit knippen. Oké, eerste spin. En wat krijgen we? Oké, ja, hier hebben we niks aan. Maar ja, dat is natuurlijk het mazzel of pech hebben van het rad. Ik had hiervoor, had ik natuurlijk ook al wat gespeeld qua voorbereiding op de video. Maar had ik vet vaak aan het rad gedraaid. Ik had ziek veel geluk. Ik kreeg zoveel animals en zoveel rubies achter elkaar. Daarom heb ik nu ook best wel wat rubies. En nu krijg ik een keer 2 speed. Dat heb ik nu ook al redelijk veel. Maar ja, als je zo vaak geluk hebt gehad achter elkaar, dan ga je natuurlijk ook een tijdje wat minder geluk krijgen. Maar ik ga doorspinnen. Oh, hoppa! 1 animal. Nice. Dan hebben we nu nog 2 animals nodig en nog 4 rubies. Of hadden we 5 rubies nodig? Nee, wel 4, want ik moet 1 tijger kopen. Dus we zijn goed op weg. We hebben nu in ieder geval een hert. Dus als ik nu nog 2 animals krijg, dan krijg ik 2 keer zo'n hond. Die kan ik doorcombineren naar een hert en die dan een paar. Ik heb het al uitgelegd. Maar in ieder geval, dan hebben we 1 tijger. En dan kan ik dus, ja, dan heb ik nog wat rubies nodig voor de volgende tijger. Komt die dan, hè? Komt die dan? Oei, wat een mazzel. Mijn luck blijft doorgaan. De eerste 2 spins waren niet perfect. Maar daarna, oh, wat een mazzel. Oké, dit is heel chill. Dan kunnen we dit doorcombineren.
beneden en dan heb ik nu een tijger. Dus ik heb nu een leeuw en een tijger. En als ik nu nog één tijger heb, dan kan ik ze doorcombineren. En dan heb ik dus de paarse superbouws level 60. En dan heb ik mijn eigen game uitgespeeld. Oh, daar ben ik ook wel heel lang mee bezig geweest hoor. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon een heel leuk spelletje. En dat kreeg ik ook veel terug van jullie. Het is natuurlijk niet een super uitgebreide game met allemaal dingen en levels. Je hebt gewoon een basic game, maar het is wel gewoon erg leuk om gewoon zo hoog mogelijk te komen. Om echt een super uitgebreide game te maken, dat kost gewoon veel meer. Maar daar zijn we nu ondertussen wel mee bezig. We zijn bezig met een betere game, maar daar krijgen jullie over een paar maanden meer informatie over. Maar we gaan nog eventjes doorspinnen, want ik moet natuurlijk nog wat rubies krijgen. Oh, kom op, rubies. Oh, we krijgen wel een animal. Animals, ook heel chill, maar ik had nu toch liever gehad dat hij door zou spinnen. Maar alsnog, weer gewoon veel mazzel. Ik heb zoveel mazzel tot nu toe. Ik weet niet, vandaag is echt mijn dag in Superbouws. Normaal valt het wel een beetje tegen wat ik spin, maar vandaag gaat alles goed. Maar dan moet ik nu nog even rubies krijgen. Dan kan mijn dag nu weer stuk en ik krijg ze. Oh, let's go. Het is nu gelukt. We hebben 56 rubies. En dat betekent dat we precies die tijger kunnen kopen, want die kost 52. En met die tijger kan ik vervolgens door upgraden. En dan heb ik een leeuw. En dan kan ik vervolgens Superbouws vrij spelen. Level 60 Superbouws. Dus toch wel even een mooi momentje. Traantjes wegpikken. Nee, ik vind het wel baas dat ik nu gewoon mijn eigen game heb uitgespeeld. Hoeveel verdien ik nu met één zo'n leeuw trouwens? Oh, yo, dit gaat echt zo belachelijk snel. Ik verdien in ieder geval 42... Nee, 426.696 per seconde. Met één zo'n leeuw. Moet je nagaan hoeveel dat is. We kunnen trouwens ook zo meteen gaan uitrekenen hoeveel coins je kan verdienen op het moment dat je alleen maar van die paarse superbouws hebt. Ik denk dat het echt bizar veel gaat zijn. Maar hier, het magische moment is aangebroken. We gaan de twee leeuwen combineren. Dat ga ik nu doen. En boom! Ik heb hem al. We hebben superbouws uitgespeeld. Als jij trouwens superbouws ook hebt uitgespeeld, tag me degene die gewoon Superbouws heeft uitgespeeld in de komende week. Ik geef één iemand een 20 euro giftcard. Want ik kan nog beloven dat ik een giveaway zou doen. Eén iemand die Superbouws heeft uitgespeeld, ga ik nog een 20 euro giftcard geven. Want dan ben je gewoon echt een strijder. Dan ben je echt een strijder als je het hebt uitgespeeld. Maar nu, hoeveel coins verdien je per seconde met deze paarse Superbouws? Natuurlijk gaat de tijd wel keer 2, maar het is 441.966 per seconde. Maar de tijd gaat keer 2, dus we verdienen nu 2 keer zoveel. En we verdienen 165.000 per rondje. Per rondje, bro. Ik ga eens uitrekenen. Want je kan in totaal 10 van die superbouws hebben in totaal. Dat zou kunnen. Als je heel erg doorspeelt, kan je de 10 op je baan hebben staan. Dan is het eigenlijk gewoon keer 10. Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk om uit te rekenen. Dan verdien je 4.419.660 coins per seconde. Wat? Dat is insane. Dan moet de tijd wel keer 2 zijn. Maar dat kan gewoon. Dat is te halen. Maar dan moet je wel trouwens echt als een gek gaan spelen. Want dan moet je namelijk vet veel rubies hebben. En ook vet veel van die herten. Op zich wel nice. Op het moment dat ik natuurlijk nu een dier krijg op het rad, krijg ik van die herten. En als ik nu rubies krijg, dan kan ik meteen zo'n leeuw kopen. Dus in principe, het zou kunnen. We kunnen wel even een paar keer nog aan het rad draaien. Eens kijken of ik misschien nog een paar herten kan krijgen. Dat ik gewoon in ieder geval mijn baan weer vol heb. En dat ik gewoon echt misschien al in de buurt kom van weet ik voor hoeveel miljoen. In ieder geval heel veel miljoen. We gaan nog een paar keren draaien en dan hopelijk krijgen we nog een paar animals. Ik zie jullie in ieder geval zo meteen weer als ik hopelijk wat animals heb. Oké, tot nu toe heb ik echt bizar veel mazzel gehad. Ik ben ietsjes verder, maar ik heb nu al een paar keer 1 keer 15 minuten aan coins verdiend, 1 keer 10 minuten aan coins. Dus ik zit op dit moment al op de 6,4 biljoen. En ik heb zoals jullie zien al 6 herten. Ik heb 3 keer 2 animals gekregen. En maar 1 keer 2 keer speed en 1 keer nog iets anders slecht. Maar bijna alleen maar goede dingen, dus dat is wel echt ziek. We gaan nu nog even met rubies. Oh ja, ik had ook nog een keer rubies gespind. We gaan nu nog even met rubies spinnen. En zo zien, dan ga ik opnemen en dan hebben we slechte dingen. Nee, maar we kunnen nog 1 keertje spinnen. Come on! Ik wil eigenlijk nog even 2 animals krijgen, dat we kunnen afsluiten met de volle baan. Dan ga ik kijken hoeveel we dan verdienen. Maar check dit al, hoe snel dit gaat. Wat? We verdienen nu al meer dan 3 miljoen per seconde. Bro. Oké, we gaan even door, want ik wil eigenlijk nog die 2 herten krijgen. Oké, weet je wat? Vanaf nu moet ik gewoon mazzel hebben. Oeh, dit scheelde niet heel veel. Maar ik moet nog 1 dier krijgen. En dan heb ik het gehaald. En ik heb nog 10 rubies. En dit worden de laatste 2 spins. Als ik het nu niet haal,
Dan heb ik pech gehad. Oké, dan moet het van de laatste afhangen. Nou, deze video ging tot nu toe best wel perfect. Dus dan moet ik het nu voor elkaar krijgen. Ik heb trouwens ondertussen alweer 15 biljoen. Dat is wel echt ziek veel. Maar come on. Ja, ik zei het toch. Deze video gaat alles goed. Let's go. Oké, dan kunnen we deze nog op de track zetten. Ik kan deze ook nog combineren. Dan heb ik ook nog gewoon een panda erbij. Dan heb ik dus momenteel 3,7 miljoen per seconde wat ik verdien. Ziek. Weet je wat? Ik ga trouwens even doorcombineren. We hebben het nu even gehaald. Dit wordt dan het eind van deze video. Dan kunnen we nog even doorcombineren naar één tijger. Eigenlijk helemaal niet slim. Je kan het best niet doorcombineren. Want het is eigenlijk gewoon zonde van je coins. Wat je verdient per seconde. Want nu verdien ik minder. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is in ieder geval nice dat het zo goed is gegaan. Maar hey, dat was dit voor deze video. Wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan. En het download natuurlijk. Super boos. Wordt gewaardeerd. Maar dat was het echt. En dan heb ik tot slot nog mee niet te zeggen. En dat is natuurlijk. Ik zie jullie later. Maar als je dit nou een leuke video vond. Check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!